D&D. Huh. Even wachten met de research. Loop jij dadelijk vast. En dan loopt het ook vast. Had jij al een miner? Oh, we hebben ook een in-game chat. Met enter. Eentje, dan zet ik daar wel een persoonlijk kistje neer en dan gooi ik dan allerlei spullen voor Marken. Bij concrete. Ik heb een kist bij die biofuel production staan. Dan gooi ik dan spulletjes voor je in. Probeer ik het hier een beetje bij elkaar te craften voor je. Supplies op je te hebben voor belts en zo. Aangezien je even die kant afkomt, ik denk dan zet ik hem aan deze kant. Stack, dat is net makkelijk. Die heb je dadelijk toch wel nodig. Die laatste.
Oh, je hebt het zelf al gepakt. Hey, spicht. Hey, spicht jij. Heb je al de materials voor de extractor? Die 10 Forks en 10 Rotors. Oké, super. Dan gebruik ik deze voor research. Toppie! Straks om een op. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
En dan hebben we, kijk, perfect. The button. Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension, added an additional hand equipment slot, and have provided an improved Xeno Zapper with increased strength and range. Zappers? Maar zeg, wat is allebei de kanten één? Dat wordt inderdaad die cube maken. Maar dan moet ik eerst de ijzer voor orde hebben. Aan met dat in te laden. Dus we kunnen hier nu wel USB inzetten. Schachten. Echt. Echt. Ook op de. Had ik gemaakt. Dat ons ophoudt. Verklaart het. Ik niet opkrikken, alles opkrikken. Dan is allebei op 60 per minuut nog. Dan is 45.
Ik ben nou weer de verkeerde aan het kijken. Steeds klaar is. Een dief. Want
Dan heb je hem mooi meteen plaats inderdaad om dat te bouwen. Want hier aan wel. Hoe lief. Hier kunnen we gewoon allemaal stompaaltjes hebben. Daar kan ik eigenlijk wel aan beginnen, toch? Om deze. Is maar mega wat. Oh zo. Ja, oké, ik snap wat je doet. Ik zeg niks. Ik zie hem ook al. Ik wel. Vijf. Ik laat jou dat helemaal doen. Ik ga langzaam stroompaaltjes deze kant aan brengen. Dus dan doe ik ze niet connecten, maar dan zet ik het daar neer. Dan kun jij connecten wanneer je zover bent. Zij om. En dan zorg ik dat er genoeg reserve is dat je kunt starten op het netwerk van ons. Eventueel. Oh, ik kan trouwens. Laat die kolen natuurlijk gaan flikken. Nou ja. Hey. Zorg wel dat er wat reserve stroom is. Pak ook gewoon kattengeluid in die spullen. Nou, ze beter iets van een blob iets of zo kunnen maken. Vervangen van die 18 jaar mode. Rots, pers.
Dus het moet toch wel voldoende zijn. Gaan, maar om even zeggen wanneer het gaat starten, dan zet ik hier een extra power plant aan. Ook klaar staan. Twee zelfs. Zijn. Dat is twee. Een beetje aan te houden. Het belt sneller als het moet.
In ieder geval power poles hier. Dan moet je mezelf uitzoeken. Alleen even voordat je het aansluit, mag ik even een geel geven. Even diep in dit geval. Dan zet ik even die reserve stroom aan. Dan kun je gewoon opstarten zonder problemen. Kun je met die pijpen ook omhoog? Want wat misschien makkelijker is, ik ben aan denken, ik weet niet hoe je het nu gemaakt hebt. Dus als je de pijp meteen omhoog laat gaan en die bovenlangs en dan steeds naar beneden laat komen in een bocht om... Want naar beneden heb je onbeperkt val natuurlijk. Je kunt alleen maar maximaal 10 omhoog. Kun je de pijl gewoon onderlangs laten lopen. Misschien makkelijker. Dus een idee, jouw projectje zelf weten. Dat was klaar is. Ja, ik zag dat zo, ik denk van ja, overlangs kan, maar niet logisch als je een hele lange belt moet maken met allemaal splitters. Ja, maar ik zou hem gewoon... Wat is het? 2 hoog? 1, 2. Dat is mooi. 1 ruimte met de belt en de splitters overhoudt. Mooi over de splitters heen schiet. Jezus, ga... Oeh, wat is het hier door onze basis liggen lopen? Waar we nu alweer even bij gaan vullen. Pocket dimension has been inflated. Dimension has been inflated. Zetten.
Pak je dat dan? Oh, 1,2 per minuut. 1 per minuut. Zo. 25 per minuut. We hebben er 6. Daarvoor hoeveel mogen laten lopen. Ja. Dan blijven er 35. Het is dus nu 5 seconden per minuut op. Ja, maar deel 5 per minuut. Zeg maar. Kijk terug, maar het is 20 per minuut. Procent draait. Ja, als je op 100% draait, maar dat draait hij nooit. Deze dan. Een schroef. Zijn als gewoon 50%.
ben benieuwd. Die zo. Als ik hem zo zet, dan moet ik niet hebben. Echt, papa is op. Kan ik niet doen op inbeeld 5 brengen? Oh. Dat kan. Bouw tenminste een klein beetje voorraad op. Wil. Die 38 per minuut. Maak er 80. Echt. Dat we hier op gebruiken. Voorlopig hoor. Dus 5. Zo. Dan ook vooruit je schroefjes op. Op. Ah, het duurt nog even, Mark. Ik heb het net pas uitgerekend. En afgesteld. Moet je schroeven hebben dan? Dan kun je het beste hier van die ijzerplaat de inguts pakken.
Die liggen in de kist. Die heb ik een paar gevonden. In de gezamenlijke kist liggen een paar motortjes. Hoef je dan niet te craften. Moet je roodtorks hebben. Oké. Okay. Nou, die komen automatisch op voorraad in ieder geval. En het duurt even. Dat maar met anderhalf per minuut. Of je moet inderdaad hier bars pakken en daar screws van maken. Dat kan wel. Bars hebben we. Je moet gewoon handmatig screws maken en bars. We maken er 7,6, maar we maken er 10.
Dat ik even weer spelen. Die nodig heeft. Wat hebben we dan nodig? Kan ik hem aan tunen. 2, 6. Oh, die is...
Dan zou die nul perfect moeten zijn dat ze allebei 2 per minuut maken. Beetje puzzelen, nou komen we wel. Heel langzaam dat we vol gaat krijgen van allebei. Even wat aanpassen.